Alright, yo gast van Almost Normal NL. Mijn naam is Barend en leuk dat jullie kijken naar deze epische setup tour. Vandaag ga ik jullie precies laten zien wat mijn gaming setup is. Want dan weten we precies hoe ik mijn video's maak en hoe ik game en al dat soort dingen. Dus laten we maar gelijk beginnen. Hier is mijn eerste... Gast! Gast. Wat? Het gaat niet over je computer setup, het gaat over de fingerboard setups, weet je nog? Oh. Dit hebben we besproken, Barend. Oh nee, oké. Dit hebben we besproken. Oh ja, fingerboard. Oh. Yo gasten van Almost Normal, mijn naam is Barend en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Ja, zoals jullie weten heb ik vorige week gezegd dat ik benieuwd was naar jouw fingerboard setup. Want het leek mij leuk om samen met jou de fingerboard setups door te nemen van de Anthem. Mocht je dit nog niet hebben gedaan, maakt niet uit, je zit dan niet in deze video. Misschien dat ik er ooit later nog eentje maak, maar voor nu... Join in ieder geval de Discord en laat daar jouw setup zien en dan gaan we er gewoon met z'n allen van genieten. Maar ik heb in ieder geval een hele hoop setups binnengekregen die we samen gaan doornemen, want het is gewoon echt super vet. Zelf kennen jullie mijn setup natuurlijk ook wel een beetje. Mijn setup is eigenlijk nog steeds hetzelfde gebleven en ik vind hem nog steeds super nice. Ik heb er eigenlijk twee die ik wel wat vaker gebruik. Dat is de Flatface met Black River Ramstrux en Flatface Dual Durometers. En het is de Kalia Deck met de Dynamics en Joy-Cold Wheels. Die Joy-Cold Wheels, daar komt volgende week nog een unboxing van. Die heb ik eigenlijk al wel opengemaakt, maar de video moet komen. Maar dit zijn in ieder geval de twee setups die ik vooral gebruik. Eigenlijk vooral deze hoor. Deze is ook gewoon chill. Maar de riptape die op deze zit is gewoon echt het beste. De Kalia Deck riptape. Echt. Ik hou er ongelooflijk van. Ik ga ook denk ik even een paar nieuwe riptapes kopen. Maar ik ben er in ieder geval enorm van aan het genieten. Maar goed, dat is mijn setup. We gaan nu kijken naar jouw setup. Ik ben heel benieuwd wat jullie allemaal hebben als setup. Ik wil in ieder geval als eerste zeggen. We hebben enorm veel Teak Tuning boordjes. Zoals je hier allemaal kan zien. Dit zijn allemaal Teak Tuning setup, super leuk natuurlijk. En naar mijn mening het beste boordje om mee te beginnen. Ik heb natuurlijk in vorige video's andere dingen gezegd, maar je kan Teak Tuning best wel goedkoop halen en de kwaliteit is bijna beter dan de Starting Wood van Yellowwood, die ik eerst aanprijsde, maar ik kan toch echt aanraden om te beginnen met een Teak Tuning. Want het is goedkoper en de kwaliteit is naar mijn mening beter. Dus als jij heel graag wilt fingerboarden en je wilt gelijk goed beginnen met een houten boordje van 32 mm, kan ik je aanraden om een Teak Tuning boordje te kopen. Maar goed, hier zie je alle boordjes één voor één langskomen. Dit zijn al jullie setups. Ik ga hier niet te diep over in, omdat het allemaal gewoon van Teak Tuning is. Wat natuurlijk gewoon wel chill is, maar ja, hoef ik verder niet heel erg veel dieper op in te gaan, toch? Ik vind ze in ieder geval super vet. Ik heb zelf natuurlijk ook Teak Tuning en je hebt ook verschillende Teak Tunings. Je hebt tegenwoordig, als je gaat kijken op hun website, heb je ook 34 mm Teak Tunings. Dat zijn de semi-pro boordjes en die kan ik ook zeker aanraden. Daar zitten betere trucks bij, betere bushings bij en ik vind ze gewoon serieus goed voor het geld wat je ervoor betaalt. Maar goed, dat genoeg over Teak. Dat trouwens niet helemaal waar. We hebben nog één Teak Tuning boordje die ik jullie wel wil laten zien. Dit is het boordje van Marnix. En Marnix heeft ook een Teak Tuning boordje. Maar hij heeft er andere wielen bij. En deze wilde ik heel even apart nemen. Omdat je dan toch wat beter kon zien van... Goh, ik heb dan wel een Teak Tuning boordje. Wat eigenlijk wel goed is. Maar ik wil hem upgraden, want ik vind de wieltjes te slecht. Of ik vind de trucks te slecht. En dan kan je inderdaad, zoals Marnix, andere wielen erop doen. Waardoor die gewoon beter wordt. Wat natuurlijk ook heel slim is, want het scheelt geld. En je hebt gewoon wel een heel goed setupje voor het begin. Wat ik heel vaak zie, is dat mensen die net een boordje kopen, het heel snel opgeven. Omdat het lijkt allemaal super makkelijk, maar het is echt wel heel veel moeilijker. En daardoor zijn mensen snel geneigd om het op te geven. Dan is het natuurlijk zonde om iets van 120 euro te kopen. Als je het ook voor 30, 40 euro heel goed kan hebben. Alright. Beginnen we met Alex. En Alex heeft, zoals je kan zien, drie foto's gestuurd. We gaan ze alle drie even langs. De bovenste, ik weet eigenlijk niet precies wat hierop zit allemaal. Maar het boordje ziet er wel gaaf uit. Ook heel veel gebruikt. Volgens mij is daar aardig mee gefingerboard. Tweede is ook ongeveer hetzelfde. En als ik goed kijk, zitten ze volgens mij Teak Tuning trucks en wielen op. Wat natuurlijk ook gewoon prima is. En dan de onderste. Dit ziet eruit als wel een hele sikke setup. Ik zie namelijk een Beast Pants boordje. En dat is een van de betere boordmerken van Amerika. Ongeveer gelijk aan de Kalia Deck. Volgens mij hebben die twee ook heel veel samenwerkingen gehad. Dus dat is wel echt heel nice om te zien. Een boordje die ik ook heel graag een keer wil proberen. En dan zien we de Dynamic Trucks. En ik weet niet wat voor wielen. Dat staat er helaas niet bij. Maar dat is wel een toffe setup. En ik vind hem er vet uitzien. Dus Alex, je hebt echt toffe setups. En let's go, man. Goed, dan gaan we door. En de volgende, dat is KSK8. KSK8.
Oké, nou, maakt niet uit. Hij heeft in ieder geval een flat face Burlingwood setup. Met daarbij Bolly trucks, denk ik. En random wheels. Ik weet niet precies welke wielen het zijn, maar het is wel een vette setup. Je ziet dat die ook goed is gebruikt. Er is goed veel gefingerboard. De graphic is er bijna vanaf. Ik heb hem hier ook. Dit dekje, wacht even. Dit is het dekje voordat hij helemaal beschadigd is. Maar die van mij heeft ook al zo zijn beschadigingen. Maar dit is in ieder geval het dekje wat hij heeft. En hij is super vet. En hij is ook veel gebruikt. Dus ziet er goed uit. Een helemaal vette sticker achtergrond ook. Dus ja, ik vind het wel een toffe setup. Nice man. Alright, dan gaan we naar de volgende. En dat is Danny J. En Danny J heeft volgens mij een custom boardje. Of wel gewoon een teak tuning setup. Ik zie hier gewoon de teak tuning dingen. Ik zie de trucks. Ik zie de wielen. Dus waarschijnlijk is het wel een teak tuning. Maar dat maakt niet uit. Hij heeft een custom graphic gemaakt. En dit vond ik wel heel erg vet om te laten zien. Almost Normal logo erop. Dit is toch gewoon gaaf. Dit is toch gewoon vet. Dat je gewoon je eigen logo terugziet bij andere mensen, omdat ze het gewoon zo tof vinden. Danny, ik vind hem heel vet geworden. Ik zie wel dat jij je wieltjes tegen je trucks aan hebt zitten. Alleen daar horen spaces tussen. Dat zijn die kleine ronde dingetjes die je bij kreeg. Waarschijnlijk denken heel veel mensen van, what the fuck is dit? Maar die horen ertussen om ze wat breder te maken. Voor de rest maakt het natuurlijk niet uit, want het gaat voor het rijden niet heel veel uitmaken. Maar ik vind hem heel vet geworden en de graphic die je er zelf op hebt gemaakt is gewoon heel goed gelukt. Alright, dan gaan we weer naar de volgende. En deze volgende heb ik binnengekregen via Instagram. Niet helemaal de bedoeling. Het is via Discord de bedoeling. Dus join de server als je er nog niet in zit. Maar via Instagram vond ik het één keer even goed. Deze setups zijn van Jay. En Jay heeft zo te zien Black River Rams, Burlingwood, dekje. Met daarbij Black River Rams trucks. En ik denk Winkler Wheels dan. En daarnaast een ander dekje die glimmend is. Ik weet niet. Het ziet er heel vet uit op een Black River Rams box. Wat ook gewoon echt wel nice is. En een ramp die ik trouwens ook nog wel wil proberen. En op zich ziet het er vet uit. Wel toffe, twee toffe setups. Ik denk dat die Burlingwood echt heel chill is. Zo te zien is het namelijk een 7-ply. En die 7-plies wil ik ook nog wel een keer proberen. Want dat, nou ja, normaal is een fingerboardje 5-plies. En een 7-ply boardje, dat is gewoon ja, wat zwaarder, denk ik. En ben gewoon heel benieuwd hoe dat aanvoelt. Alright, en dan gaan we naar de volgende. En de volgende, dat is Jona. En Jona heeft 3 boardjes ook ingestuurd. En 2 van de 3 boardjes die zijn goed gebruikt. De buitenste, zoals je kan zien. En de middelste, die nog niet echt helemaal, maar die ziet er ook echt heel erg vet uit. Zo te zien Black River Rams trucks en 2 keer Dynamic trucks. De wielen, ja, dat kan ik helaas niet echt zien, maar het ziet er wel goed uit in ieder geval allemaal. Het zijn 3 vette setups en Jona die doet altijd hele toffe tricks in de Discord, waarvan ik ook kan leren, dus dat is echt super leuk, Jona, keep it up. Dit zijn 3 hele toffe setups. Ik weet niet zo goed wat ik er verder over moet zeggen, behalve dat ik de graphic van de middelste echt heel erg cool vind. Dus ja, vette setups man. Lekker bezig. Lekker bezig, gast. Ja, lekker man. En dan gaan we door naar de setup van Loris. En Loris VD65 heeft een vette setup gestuurd. Een graphic die ik niet ken. Trucks, zo te zien, de teak tuning trucks. Wat ook gewoon nog steeds goed is met de juiste bushings. En zo te zien zijn dit wel de pro trucks. Dat is sowieso wel lekker. En die wieltjes, geen idee wat dat ook zijn. Het staat er ook niet bij. Dus het was wel lachen geweest als mensen naast hun setup dus ook erbij hadden gezet. Wat er nou op die setup zit, want daar kunnen we daarover hebben. En dat is misschien voor de volgende keer, had ik ook moeten vragen, weet je. Soms maak ik ook gewoon een fout. Maar dit is in ieder geval echt wel een toffe setup. En de graphic is wel heel sick. En dan gaan we naar Melman. En Melman die heeft een Bolly fingerboard. En Bolly is gewoon helemaal prima. Kijk, en Melman die vindt hem zelf helemaal geweldig. En dat is altijd goed om te horen. Daar doen we het natuurlijk voor. Maar ik kan persoonlijk aanraden om Bolly over te slaan. En dat doe ik alleen omdat het maar 30 mm wijd is. En je echt wilt leren fingerboarden met een 32 mm. Daar heb je gewoon veel meer aan dan een 30 mm boordje. Ik heb zo erg gemerkt dat een breder vingerboordje veel chiller is om mee te beginnen. Om mee te fingerboarden in het algemeen. Dus ik kan het sowieso aanraden. En dan leer je het gelijk goed. Dus, want de professionele boordjes die zijn meestal toch wel wat breder. En de professionele fingerboarders zelf die zeggen hetzelfde. Dus dat is zeker wat ik aan kan raden. Maar desalniettemin vind ik het boordje er echt heel vet uitzien. Mijn eerste setup was Bollywood trucks en Bollywood wheels. En daarbij een Black River Rams boordje. En allemaal 29 mm omdat het toen niet anders was. Het is gewoon veranderd met de tijd en mensen zijn meer dingen gaan bekijken en gaan wennen eraan. En dan kan je zien dat, dat 32 tot 34 mm nu toch wel een beetje de norm is voor fingerboarden. En vroeger was het gewoon wat dunner.
Dus ja, dit is mijn mening over Bollywood. Hij is voor de rest super gaaf. Maar ik zou persoonlijk kiezen voor een 32 of 34 mm boordje. Oké, dan zijn we aangekomen bij Mick. En Mick heeft een vette board ingestuurd. Zoals je kan zien, hij ziet er gaaf uit. Ik heb geen idee wat voor deck dit is. Er staat op... Volgens mij staat er Spark, maar het is in ieder geval een vet boordje. Het ziet er goed uit. Black River Remstruck, zo te zien. Winkler Wheels erbij. Heel tof boordje. Ik denk dat hij heel nice board. Volgens mij is het een Burning Wood. Het lijkt op een Burning Wood, maar ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen. Dit is gewoon een tof deck. Ik kan er niet heel erg veel over zeggen. Ik denk dat dit gewoon zo'n professioneel pakket is van Burning Wood. Ik heb geen idee eigenlijk. Als ik het fout heb, Nick, laat dat weten in de reacties. Ik vind hem in ieder geval super vet uitzien. En ik denk ook zeker dat hij tof wordt. En dan hebben we Pascal. En Pascal die heeft een beetje vaag foto gestuurd van... Ik zou niet weten wat. Is dit nou een papieren vingerboordje? Is dit nou een tech deck? Is dit nou... Ik heb geen idee. Maar ik vind hem wel vet. Je hebt de zwarte wielen op één truck en de witte wielen op de andere truck. Het ziet er gewoon vet uit. Tof gedaan, Pascal. Maar ik heb geen idee wat dit is. Dus ik weet ook oprecht niet wat ik daarvan moet zeggen. En dan is het alweer tijd voor de laatste fingerboard setup van vandaag. En deze setup is van Faltet. En Faltet die heeft een best wel zieke setup. Ongeveer gelijk, behalve dan de wielen, heeft hij een kalje deck met een best wel toffe graphic trouwens. Moet ik heel eerlijk toegeven. Misschien vind ik hem wel cooler dan die van mij. Maar dat maakt voor de rest niet uit. Maar hij heeft een vette graphic van Kaljadex. En ik hoop ook dat hij het even cool vindt als hoe ik van Kaljadex kan genieten. Hij heeft daarbij dynamic trucks en plastic wieltjes. Het enige wat ik kan aanraden is om urethane wieltjes te kopen. Of dat nou oak wheels zijn of joycoat wheels. Whatever. Ik vind urethane wheels zoveel chiller dan plastic wielen. Het rijdt gewoon een stuk beter. Het rijdt een soort van zachter. En je hebt gewoon heel veel meer gevoel. Het is ook wat zwaarder. Ik weet niet. Ik ben er gewoon heel erg van gaan houden. En ik kan ook eigenlijk niet meer echt op plastic wheels. De vorige keer had ik de Flatface Dual Durometers onder deze setup gedaan. Ik heb ze omgewisseld voor deze Joycots. En geloof me, dat is zo'n verschil. Ik merk ook gewoon dat ik zoveel consistenter ben met het landen van mijn tricks. Dat is echt insane. Maar dit is denk ik wel echt een hele toffe setup om te eindigen. Mocht jouw setup hier niet tussen zitten, ben ik gewoon benieuwd naar jouw setup natuurlijk. Dus mocht jij deze niet in hebben gestuurd, dan kan dat nog steeds in het skatingkanaal in mijn Discord server. Dus ik hoop dat ik jou daar ook nog zeker kan zien. Ik vond het in ieder geval toffe setups. Ik hoop dat jij ook hebt genoten van de setups van de anderen. En dat jij wat inspiratie hebt gekregen om jouw setup te verbeteren of whatever. Dankjewel in ieder geval voor het kijken van deze video. Ik vond het super leuk om te maken en om jullie setups te zien. Dus ik zeg, net zoals altijd, like, abonneer, reageer. En tot de volgende. Here!